Goedemorgen, daar ben ik weer. Met dat mooie boek Mijn papa is het grootst van Henriette Boerendans. Gisteren had ik een heel mooi verhaal voorgelezen over dat lievelingsdier van mij. En ik kreeg weer reacties van kinderen die heel goed wisten welk dier het was. De blauwe vinvis. Kunnen jullie me zien? Het zonnetje schijnt erin. Mijn lievelingsdier. Zo mooi, zo prachtig. Maar er zijn natuurlijk nog meer mooie dieren en mijn volgende verhaal ga ik voorlezen in het kader van Ik lees thuis. Ik zou het bijna vergeten, zo lang zitten we nu inmiddels alweer thuis. Luister, daar komt ie. Mijn papa is het grootst. Hij is net zo groot als jouw bed. Rustig peddelt hij zich een weg door de oceaan. Nooit gaat hij aan land. Lopen kan hij niet zo goed, maar zwemmen des te beter. Kwallen zijn zijn lievelingseten. Mijn papa is zo sterk als een tank. Soms zwemt hij in het warme water bij de Evenaar, dan weer in het ijskoude water bij Alaska. Hij houdt zijn lichaam warm door in beweging te blijven, de hele tijd. En af en toe neemt hij een duik, wel van 1000 meter diep. Weer een dier uit de oceaan. Ik ben benieuwd of jullie deze kunnen raden. Het is een speciale soort van dit dier. Maar ik vind het heel knap als je de algemene naam weet. Dat zou ik wel heel erg geweldig vinden. Nou, dat was weer een verhaaltje uit dat mooie boek. Het wordt saai, maar het is weer lekker. Kijk maar, buiten. Het zonnetje schijnt hier. Oh, je kan het zien. Lekker. Dus nou, genieten van vandaag. Doe je huiswerk. Doe een spelletje, probeer in de tuin of lekker even op het balkon te gaan om je vitamintjes binnen te krijgen. En maak er wat van. Blijf gezond met z'n allen. En ja, een hele fijne dag verder. Tot morgen. Hier is nog even dat mooie boek van Henriette Boerendans. Ik zie jullie morgen weer. Fijne dag. Doei!